Er zijn een aantal dingen natuurlijk die redenen natuurlijk waarom de jongens voor Suriname willen spelen. En voor deze jongens die ik heb gekozen, is allemaal dat ze graag voor hun land willen uitkomen. Voor de ene is het om Nederland ook te laten zien van, jullie missen mij, maar dan ga ik het hier doen voor Suriname. Dat is een extra motivatie. Voor de andere is het, ik ben nu 33. Het laatste wat ik in mijn carrière ga doen, is nog een WK spelen. Dus ik ga er alles aan doen. Alles wat in mijn vermogen zit om dat te bereiken met Suriname. Zoals Kelvin Leerdam is gewoon helemaal bezeten van Suriname. Want hij is hier opgegroeid, hij is hier naar school gegaan, hij heeft hier gevoetbald. Dus voor Kelvin Leerdam is het een heel speciaal moment. Er zijn spelers die overtuigd moeten worden? Ja, tuurlijk. Maar niet alleen die spelers die overtuigd moeten worden. Wat denk je van die spelers die nu 16 jaar zijn in Nederland? Volgende WK, 2026, zijn die van 16 jaar, zijn 22. En die kijken nu wat er hier gebeurt. En die jongen is dan 22. En dan is het de bondscoach van Nederland die hem oproept. En hij ziet dan wat Suriname heeft gedaan. En dan kan gewoon zeggen van, ik kies voor Suriname. Net als de Marokkaanse spelers, dat ze voor hun land kiezen. En dat... Daar gaan we naartoe. Het wordt nooit meer hetzelfde. Het wordt nooit meer hetzelfde. En de spelers hier gaan grote kans krijgen om in het buitenland als een profcarrière te hebben. Zonder dat ze in de Surinaamse elftal komen, maar ze gaan een profcarrière kunnen hebben. De jeugd hier gaat voor het eerst opkijken naar spelers die voor Nationaal Elftal van Suriname spelen. In plaats van een Nationaal Elftal van Brazilië. En dat willen ze ook. Dus ze gaan er alles aan doen. Om Ryan Donk te zijn, om een Leerdam te zijn, om een Biseswar te zijn, wanneer ze groot zijn. En dat is uiteindelijk een domino effect wat je gaat krijgen van allerlei spelers vanuit Europa en vanuit Suriname. Die allemaal omhoog kijken naar het Nationaal Elftal van Suriname.